Wind aan 30 maten. Yes, please, I can carry. Welcome to Summoner's Rift. I am best, zeg maar even in Altjet, I am best as here. Oh, sorry. I'm moving! 30 seconds until minions spawn. Zeg maar een Wowant free kill, as usual. Oh god. Ik zeg maar, we pick a number from 1 to 10. Whoever guesses right, gets a free kill. Ik heb zelfs een mooi icoontje. na 44 games heb ik nog niet eens level 5 mastery op deze bitch jam. Volgens mij is er iemand hier op midlane niet aanwezig. Niet aanwezig, hij wilde free kill hebben. Of, nou, hij is wel aanwezig, maar hij... Alright, hij is er niet. Hij zit zelfs die domme basic attack troll, dat domme basic attack troll doet te doen wat je normaal ook last van hebt. Dat als je één basic attack doet op de main, die dan net dood gaat, dan doet hij hem lekker op de andere main. Dat doet hij gewoon met die Aziz zoals dus ook. Die werken daar ook mee.
Met het free gang nou, maak ze ook een free kill. Free kill weggeven. Ja, eerst nog een knock chokeout omhoog en daarna word je nog even lekker voor 3 seconden gesloten. Wat is dat nou weer voor onzin? Wat is dat nou weer voor damage van hem? Waarom is Choga daar nou weer precies? From my mind to yours. Ik snap dat dit. Ik ben er echt de hele tijd op, ben ik op midlane. En dan ga ik even B. En dan gaat hij gank en dan gaat hij een kill geven. Ach, maar dan heb ik toch net barrier. Maar die Gindy heb ik nu gewoon flash ook weer. Ze wisten een user's jungle dus. Maar hij heeft wel een hele goede score. Maar dat zegt er niet alles. Die Astro was ook niet echt goed. Hij mist de hele tijd van mij! Nou, hij moet maar... Hij denk dat het daar... Ja, daar staat een hele mooie waar. With perfect tempo. I'm gonna Shurima shuffle.
Nou, wat ben ik goed met deze champion. Ja, die gaat al dood hoor. Nou, je had je gewoon ook wel... Yeah! Oh, oh mijn god, wat is dit oneerlijk? Waarom is hij nou weer in basic attack range? Oh god, wat een domme... Jezus, dit is een nasty stoot fucking duur item. Die Uldi heeft ook niet zoveel range als ik dacht dat die had. Ah, daar komt Jin even naar top! Ja, dat werkt niet meer. Je kon die W altijd op turret doen, maar dat mag niet meer. Nou, er stond daar een bloem, wat de hel? Nou, daar komen de big plays van de teammates aan. Ik weet niet dat zij nou weer een beter team is. Dat weet ik ook niet. Ik ook niet echt een slechte pick, moet ik zeggen. Ik kom naar botlane. Ik krijg die arrow op me van 5 seconden.
Nou, dat werkt. Waarom werkt dat niet? Nou. Laat hier wel zien, maar op de sporen van één. Mijn kuur gaat door hem heen en het kilt hem niet. Ja, je hebt één kill en nu komen de deads. Ik snap maar, die Kha'Zix heeft gewoon zo'n goede score, maar hij doet de hele tijd zulke achterlijke dingen ook. Nou, ik toch... Doe even, hey. Nou, hou op met al die fucking damage. Turret, die doet ook niks. Ze zitten mij de hele tijd aan te vallen onder de turret en die turret die doet gewoon niks. Het is zo flauw. Ik heb er gewoon een koppen nul, dat was ook niet helemaal nodig. Ik druk op flash en dat werkt weer niet. Nou ja. Azir, you make her... you make her score good. Eens even kijken wat hij gaat zeggen. Why do you still play Azir? I need to learn him. Ja, ze kunnen toch niet serieus geloven dat dat echt een serieuze Wim een beetje last is. Dat raakte mij echt net.
Maar wordt nog steeds gechased? Ah, turret is neer. Ja! Ik heb wat gedaan. I'm learning as I'm getting better at this game. Eigenlijk moet ik zeggen, I was really good at as he, but then I nerfed him and now I can't win anymore. Ja, zeg dat. Yes, but that's because I nerfed him. Woo! Ja, ik neem een ulti de verkeerde kant op, dat is jammer. Ja wel, push non-stop and expect to win is hoe het werkt. Die Astral die staat nog slechter dan ik en ik ben echt shit met dat hier. Don't think you are good. V1v1 me. Daar gaat hier weer een turret neergezet worden. Zet hem maar aan. Nee, laat hem neerzetten. Kijk, doe dit even. Rima Shuffle. Even dansen, even dansen. Fuck off! Ik werd hier bijna, ik moest wegrijden van die zo'n planten van Zyra, anders dan hadden die mij gekillt. Hij was Diamond 3. Wie? Oh, Diamond 4, 3 dagen geleden. Wie? En die enemy Cho'Gath, hoe krijg je dat dan weer voor elkaar? En wat is hij nu? Hij houdt nu low platinum. Dat kan toch niet? Ja, dat dacht ik ook niet. Ik wil heel goed zitten. Wie zegt dat? Enemy Cho'Gath. Oh nee, iemand heeft me door. Doe nou, ik druk op dit! Oh, wacht, hè? Fuck. Ik denk dat wat een verbaan op een één dag. Ik botsel natuurlijk tegen hem.
Bada bing, bada boom. Mademoiselle. I just don't have enough damage yet. Guys. We are late. Maar ook niks. Verkaas. Die SO is echt troll. En dan doen we dit, doen we dit, en dan doen we dit. Oh nee. Kijk, ik heb alleen een power shot. Wel, die willen we wel. Of je die nou wil of niet, je krijgt hem gewoon. Dat doe je zo. Die raakt hem niet. Nee, ja, die wel. Hoe mis je dat nou op jou? Shut down. Ze missen gewoon die plant op jou. Om heel eerlijk te zijn denk ik dat we deze game nog ook wel kunnen winnen, want dit, die enemies zijn ook een beetje idioot. Dat komt, het komt natuurlijk niet door mij dat we dan gaan winnen, maar we hebben een kans. Not doing. Holy shit. Ik word echt fucking wankel. Hmm? Oh ja, ik kom eraan. I'm to the rescue. Ja, ik zie dat idee. Ik zag dat idee ook niet helemaal van Kazix om als eerste item die Last Whisper te kopen. Want dat deed hij namelijk. Nee, mijn turret! Don't! Nou, ik mag niet flashen en ik mag niet ulten! Ik mag helemaal niks, ik mag niet flashen. Nou, er komt er weer een land waar mijn assie is. Ja, ik ga wel even... Ik moet eigenlijk even zeggen, yes, this Eddie Carrick is so bad. He loves us again.